In deze editie van onze Moederdagserie brengen we een verslag van de Moederdagviering in Huize Asiana. Brenda van Daal, directeur van Asiana, haalde aan dat elke moeder op deze speciale dag reflecteert op haar eigen moeder. De vrouw die je ter wereld heeft gebracht zal altijd een bijzondere rol in je leven hebben, ongeacht of ze er is of niet, zegt Van Daal. Ze geeft aan dat vanwege de financiële crisis er veel moeders zijn die een moeilijke tijd doormaken. Ook vanwege de wereldeconomie zijn er moeders die eigenlijk een moeilijke periode meemaken nu, maar wij van Huize Asiana, we willen onze moeders toch nog in het zonnetje plaatsen. We willen ze toch dat gevoel geven dat ze gewaardeerd worden. Moeders van Asiana, u heeft kinderen, kleinkinderen, misschien achterkleinkinderen. We houden van u. Ik hou van u. Ik zie als mijn eigen moeder, mijn eigen grootmoeder. Want ik heb geen van beide kanten meer een grootmoeder, maar hier heb ik een heleboel grootmoeders erbij gehad. Ik hou van u. Ik waardeer u. Ik ben blij met u. Adolfina Cairo, de partner van vicepresident Ronnie Brunswijk, haalde aan dat het moeder zijn geen gemakkelijke taak is. Ze bekent dat het moeder zijn prettig is, maar het brengt ook veel verantwoordelijkheden met zich mee. En geloof me, als de Heer je niet bijstaat, aan je lukt. Maar ik denk dat u alle moeders die hier zitten, alle vrouwen die hier zitten, dat je trots mag zijn op wie je bent, op je moeder zijn. Toch, want die basis voor wat wij als kinderen vandaag aan de dag zijn, die hebben jullie gelegd. Ik kan me nog herinneren, ik heb geen moeder meer. Ze is al 24 jaar me voorgegaan. Maar ik weet nog die wijze lessen die ze me bijbracht. Een van de dingen was, overal waar je gaat moet je groeten. Want anders gaan mensen zeggen, je bent onbeschoft, je bent niet opgevoed. En ze zei me ook altijd, je moet eerbied hebben voor oudere mensen. Het zijn belangrijke basis in ons leven. En toen was het, als iemand, als een oudere je toesprak, mag je niet tegenspreken. Vandaag aan de dag, dus van dat niet meer mooi. Begrijp je? Maar die belangrijke aspecten, die normen en waarden, die hebben zij ons, hebben jullie ons bijgebracht. We kunnen niets anders zijn dan heel erg dankbaar. Dat was Adolfina Cairo, de partner van vicepresident Ronnie Brunswijk. Ze haalt aan dat de samenleving elke vrouw die de taak van een moeder op zich heeft, erkentelijk en dankbaar moet zijn.